Welkom terug, nog steeds aan tafel Tommy Speel, Ron Berteling. Het was een hele andere tweede periode dan de eerste, denk ik, Tommy. Nou ja, kijk, het begin was het tempo wat iets minder. Want wat ik ook zei net, van, als je dat tempo wil voorhouden drie keer 20 minuten, dan ben je een hele held. Maar op een gegeven moment, wat je heel mooi zag in die laatste 10 minuten, is dat Heerenveen begon te drukken, het tempo omhoog gooide eigenlijk. En daar had Tilburg eigenlijk geen antwoord op. En het was jammer dat ze niet meer doelpunten konden scoren. Want je zag daarna weer, die laatste paar minuten, dat Heerenveen eigenlijk begon moeten worden. Een Bruisten, een Demeline. En dus ik hoop nu dat ze zich goed herstellen. En dat ze die derde periode gewoon nog voor tegenaan kunnen gaan. Maar ja, prachtig hoog tempo weer. Mooie kansen. En zo'n doelpunt, dat is dan een extra duwtje in de rug om. Het was een schitterende goal van Josh Pruden. Echt een schitterende goal. Hij kon niet meer, hij kon niet beter in de bovenhoek. Dus dat is voor ons eigenlijk al, Dat waren wij ook eigenlijk wel fan van. Nee, mooi, heel mooi goal. En je zag meteen ook daarna, dat zie je ook meteen, dat is meteen weer een kans. Marcel Kars had een kans ook op aangeven en Pruden het net gemist. Dus op dat moment had Heerenveen wat overhand. Maar ook wat Tom net zegt, de laatste paar minuten is weer, zien we een omschakeling. Ze nemen toch een beetje het heft in handen, Tilburg. Maar ja, het belooft veel goed voor de derde periode. Ja, als ik er even daarop in mag haken, ik vond die goal prachtig. Ja. Maar ik vond eigenlijk die Bruisten, die kwam eigenlijk over de blauwe lijn. En met zijn rug naar Pruden toe wist hij hem te vinden. Terwijl die twee, drie mannen naar zich toe namen. Daardoor kwam die Pruden helemaal mooi vrij. Ja, dat was een prachtige actie. Juist is natuurlijk ook een hele goede ijshoekje. Ja. Mooi te zien. Leuk dat hij in Nederland speelt. Leuk dat hij bij zo'n team speelt. Ja, aan de ene kant is het natuurlijk ook mooi als een jongen slaagt in het buitenland. Ja. Dat was natuurlijk ook prachtig geweest. Maar hij maakt Flyers zonder meer sterker. Een paar Bruisten zal trots zijn. Ja, het is natuurlijk gewoon prachtig dat je zo'n jongen mag zien ijshockey in Nederland. Ik ben bang dat dit het laatste seizoen is, want ik kan me voorstellen dat hij volgend jaar ergens anders heen gaat. Of terug naar de States, zou ik maar zeggen, of ergens in Frankrijk of in Duitsland zijn helm gaat zoeken. Het is prachtig voor een Nederlandse ijshockey dit. De kans op Duitsland is natuurlijk redelijk groot, want zoals jullie weten hebben zowel Tilburg als Heerenveen aangegeven dat dit hun laatste seizoen is in de Nederlandse competitie. Dat zij toch gaan kijken of ze in Duitsland een groenere weide kunnen vinden. Is dat iets waar we treurig om moeten zijn? Nee, ik denk helemaal niet. Nee, wij hebben dat echt 20 jaar geleden waren we eigenlijk al maar bezig met Nijmegen om die Duitse competitie in te gaan. En nu hopelijk inderdaad dat een noodbreekt wet. Hè. We hebben zo weinig teams nu in de Eredivisie. Dat ik denk dat we inderdaad gewoon moeten gaan kijken naar de Duitse competitie. En ik denk dat alleen maar ten goede komt van het niveau, maar ook qua sponsoring. Want Duitsland is toch gewoon een groot land qua sponsoring. Ik denk dat er ook heel veel bedrijven belang hebben om het ijskanon te gaan sponsoren, omdat je meer exposure krijgt ook in Duitsland. Dus ik denk dat het gewoon en voor het talent en voor het niveau, maar ook voor de financiële kant, dat het belangrijk is. Ik ben in 1980 een aparte competitie. Düsseldorf, Essen, Duisburg geloof ik toen de tijd. Heerenveen, een bondsteam in Amsterdam. We hadden nog een extra competitie door de week met die teams. En dat was op te brengen? Want het is, het is je passie, het is leuk, het is mooi. Het is, kijk, zij spelen nu steeds, wat we net over hadden, steeds tegen dezelfde gezichten. En dit is weer iets anders, het geeft je weer energie. En Tom ook net zegt, voor exposure, misschien misschien andere sponsors aan je club, aan je vereniging. Het is goed. Het is goed voor het Nederlandse ijshockey. Zij spelen op een hoger niveau, laten we dat hopen. Een divisie daaronder, dat zal dan de basis kunnen zijn. En misschien kunnen ze vissen uit deze nieuwe competitie, Heerenveen en zowel als Heerenveen. Volgende week dus de bekerfinale. Ik heb je de vraag net al een klein beetje voorbereid, dus je hebt er even over na kunnen denken. Een favoriete bekerherinnering, Ron? Nou, dat is fijn. Nee, we hadden het net al over. We hadden het allemaal over een bekercompetitie, dus ik kan alleen maar putten uit mijn herinnering van de tijd bij Rotterdam. Het was geen favoriet, ik was ziek en ik werd gevraagd of ik kan toch spelen. En dus tegen Geleen. En die tijd hadden we geen mobiele telefoons. Ik kreeg restaurant en we waren van mij schaatsen en ik werd gecheckt en ik kreeg geen schaats in mijn gezicht. Dus ik stortte ter aarde of ter ijs. En net ging televisie live over naar op televisie. En mijn vrouw hoorde toen dat mijn hele gezicht in elkaar lag, einde van zijn carrière. Dus ik begon te schreeuwen, de buurman kwam erbij. Want later is dat wel een leuk verhaal. Dus dat is altijd wel een verhaal waar je over kunt praten. En het is nu leuk, maar toen de tijd niet. Tommy,
Ja, ja, nou, ja het mooiste moment. Eigenlijk is het helemaal niet het mooiste moment, maar wel een moment wat ik me heel goed kan herinneren, was dat wij ook tegen Tilburg in die finale stonden. En wat ik nu ook deze wedstrijd zag, is wij gingen als gekken uit de startblokken. We kwamen 2-3-0 voor. Maar we gaven ook alles. En toen zag je heel langzaam dat Tilburg beter werd in die wedstrijd. En uiteindelijk in de derde periode, gewoon 4-3, verloren wij. Maar je zag dat zij eigenlijk in een betere conditie waren. Dat wij dat tempo gewoon niet vol konden houden. Dus dat is het zo essentieel, dat je gewoon ook je krachten gewoon goed verdeelt. Maar dat is helaas denk ik wel, het klinkt gek, maar een van de momenten die ik eigenlijk nog goed kan herinneren van de bekerfinales. Kun je op basis van een wedstrijd zoals je die vanavond ziet iets van een voorspelling doen voor volgende week? Of is dit, nou, zegt dit echt helemaal niets wat hier gebeurt? Als ik hier naar deze wedstrijd kijk, dan vind ik dat Heerenveen meer talent heeft. Maar ik denk dat Tilburg in een betere conditie is. En als je dus ook kijkt dat Heerenveen is een goed team, maar Heerenveen is wel een gekocht team. Ja, er komt er eentje uit Nijmegen rijden, er komt er eentje uit Rotterdam rijden, eentje uit Amsterdam rijden. Die trainen hier en die gaan weer naar huis. De jongens van Tilburg die bij spreken, langdurig na de training blijven ze aanwezig. Kunnen ze home trainen, kunnen ze eigenlijk altijd met het ijsje doen. Dus ik ben bang dat Tilburg in een betere conditie is en dat ze dat in de derde periode gewoon hun winst gaat opleveren. Terwijl Heerenveen vind ik gewoon meer talent hebben. Zal de analyse die jij kunt volgen? Oh, helemaal eens. Maar hij was ook een tacticus op het ijs. Helemaal niet eens. Maar het is ook op zichzelf staande wedstrijd. Ja. Dus de spelers gewoon andere dingen gaan meespelen. Hè. Wat Tom net zei, je gaat met de bus naartoe, je bent nerveus. Veel publiek. Nogmaals, weer op zichzelf staande wedstrijd. Er kan van alles gebeuren. Scheidsrechter misschien een foutje of wat dan ook. Emoties gaan opspelen. En ze staan strak hoor, de zenuwen. Die staan echt strak. Dus ze zullen van begin af aan zullen ze... Ja, knallen, voluit. En dan kijken welke team het langst volhoudt. Ja. Nou komen Flyers en Trappers elkaar vermoedelijk ook in de playoffs nog tegen. En de emoties willen in de loop der tijd natuurlijk wel een beetje oplopen. Dat zijn dingen die jullie ook hebben meegemaakt. Is dat dan een probleem als de jongens weer samen moeten spelen bij het Nederlands team straks op het WK? Nee. Dat ben je vergeten? Ja. Ik kan me nog herinneren de vader van Ivy. Die kwam ik dan niet met Nels team tegen, maar ik schaats in Tilburg van een rebound en ik kreeg een volle crosstick op mijn hoofd. En toen zei ik tegen mij, ja, sorry Ron, moest ik even doen. Na de wedstrijd is het toch weer, ja, dat is de wedstrijd. Dat hoort er ook bij en ik vond het altijd leuk. Wij spreken met alle respect veldslagen in playoffs. Het gaat echt tot het uiterste. Maar ja, van het Nels team vond ik altijd gezellig. Ja, je hebt respect voor elkaar. Ja, nou, dat is het, ja. En het is gewoon dat je die emotie, dat is juist het mooie. Hè? Want daardoor kan het wel eens een beetje uit de hand lopen. Nou, dat is toch het mooie van ijshockey. Het is toch entertainment. Ja. En als er inderdaad af en toe, wij spreken, een gevochten wordt of een overtreding gemaakt, noem maar op. Door die emotie, dat maakt het alleen maar mooier, vind ik. En spannender. En nu kan het nog, maar straks in die finale, dan kun je het niet doen, maar dan word je op afgestraft. En als je dan uiteindelijk bij het Nederlands team bij elkaar komt, hè, dat is eigenlijk eenmaal respect en dat is leuk en je kent elkaar en het is toch allemaal hetzelfde. Je wil ijshockey en dat bindt elkaar. En dus dat maakt niet uit of je elkaar inderdaad daarvoor een slagveld hebt gehad of je haatte elkaar natuurlijk op het ijs. Op dat moment is het gewoon gezellig, leuk, respectvol. Heel kort, wat wordt de eindstand hier? Het is nu 2-1, ik zeg 3-2 Tilburg. Ja, ik ben bang dat Tilburg het langs de eind gaat trekken, inderdaad ook 3-2, ja. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor een, ja, voor een mooi gesprek. Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan. Dit was de studio. Terug naar de wedstrijd, de derde periode. Gaan we kijken of de voorspellingen van de heren uit gaan komen.